ja, Sonneveld in echt triomfen begon te vieren. En door de jaren heen is eigenlijk duidelijker geworden dat, ja, wat je ook presenteert, het publiek babbelt lekker door. En weet niet dat intussen al een rondleiding van een minuut of 20 gaande is over de oorsprong en de functionaliteit van dit theater. Ik heb intussen een beetje door dit gaatje staan loeren om te zien wat er zo aan publiek binnenkomt. Want ja, hier zitten de waaghalzen van de natuur. Kijk. Zo mag je tegenwoordig niet meer rondlopen in Nederland. Het is... Al heeft de discussie zich al wel intussen weer verlegd van het feit of je nou wel of geen burka mag dragen naar hoe het woord gespeld wordt. Typisch Nederlands. Typisch Nederlands verschijnsel om heel snel van de inhoud naar de vorm over te gaan. Ja, dit zie je niet vaak in het theater. Dit is een close-up. Dus iets wat verzonnen is door de filmwereld. En... Nee, ik ben blij dat u er bent. Ik ben echt een klein gulpje maken voor... Ik ben blij dat u er bent, want jongen, er hangt ons iets boven het hoofd. Het is... Mocht er iets gebeuren... Ja, je ziet dat er een aantal mensen die nog nooit van het woord winter hebben gehoord, die zijn weggebleven. Ik zie hier en daar een lege stoel. Maar mocht u straks echt niet meer naar huis kunnen... We hebben broodjes en soep. En we gaan er een ontzettende gezellige avond van maken. En we komen echt toch wel het nieuwe jaar door, denk ik. Even kijken. Dit. Zo. Het wordt allemaal wat stijver. Vier lege stoelen. Mensen die in het weer zijn, zijn terug. U zit daar geloof ik op die vier stoeltjes aan de zijkant, toch? Hè? Dat zijn de klapstoeltjes. Als u wilt, kunt u hier zitten. Wilt u dat? Kom maar, gauw. Misschien dat u doorschuift, dat is het makkelijkste. Bruno, hoe gaat het? Oude vriend. Ja, oude dispuutsgenoot van me. En komt u verder. Volgens mij houden we mensen over of niet? Ja, het klopt precies. Mooi. Nou, is het nou wel een beetje... Ik heb hier nog twee lege plekken. Maar ik vind het wel compact genoeg uitzien. Ja, het wordt een... Ja, wij zitten lekker binnen. Ik zal u op de hoogte houden van de weersontwikkelingen buiten. Het schijnt dramatisch te zijn... Ja, ik denk dat het gewoon iets is wat wij vroeger winter noemden. He? Dat het dan gaat vriezen en dat er wat sneeuw valt. En ja, dat geeft ongemak, maar dat geeft ook pret. Maar goed, we vrezen het ongemak. Ik denk dat de autoriteiten doodsbang zijn dat er iets gebeurt. En dat zij dan niet van tevoren ons gewaarschuwd hebben en dan de schuld krijgen. Wij hebben dus te maken met het lot. Ik zal het meteen aan het begin van de voorstelling uitleggen. Je hebt dus het lot en je hebt de mens. En dat is al heel lang zo. En nou willen wij proberen als mens dat lot te beheersen. Dat is onze tragiek. Wij willen dus voorkomen dat er iets gebeurt. En dat kan dus niet, want hoe... Wanhopig wij dus ook proberen te voorkomen, dan zal er aan de andere kant iets gebeuren wat verschrikkelijk is. We hebben het prachtige gedicht van de tuinman en de dood. De dood die de tuinman aankondigt, ik ga u vandaag halen. En die tuinman vlucht in paniek naar een ver gebied, toevallig in Perzië. En nou ja, hij is nog niet net aangekomen of wie staat er voor zijn neus? De dood. En die zei, ja, wonderlijk dat ik u vanmorgen in Nederland moest vertellen dat ik u vanavond in Perzië moest komen halen. En zo is het maar net. Nou, dit is het De La Mar Theater, dames en heren. Lekker warm, knus. En ja, het is wonderlijk van opbouw. Je hebt hier bijvoorbeeld... Als ik hier sta, dan ziet ongeveer een 50 man, die ziet mij niet. Dus vandaar dat wij bij wijze van experiment de eerste helft voornamelijk hier...
Ja, dat is dan experimenteel theater. Het is een, we hebben wat dingen uit de kelder gehaald, wat opgediept, wat attributen. We hebben wat decor. Dit is nog van de voorstelling Op Hoop van Zegen, wat u hier op de achtergrond ziet. En zo ziet het er ook een beetje uit. En ja, dat is... Ja, dan zit u daar. Had u misschien dat u nou weer op die klapstoeltjes mag... We hadden die plaatsen leeg zullen houden. Wat hebben jullie? Oh, wacht. We hebben daar een voorziening voor. Kijk, als u nou... Ben ik zo in beeld als ik hier zit? Ziet u mij? Goed, dan hebben we dat zo opgelost. Mocht ik u nu gaan vervelen, dan heb ik hier voor u de achtergrond. Kunt u naar het winterkerstcircus gaan zitten kijken? Ja, nou niet allemaal hoopvol naar het scherm gaan zitten kijken. Het is ook vreselijk. Nou, dat jij naar het schaatsen kijken, dan hopen ze weer dat u een beetje leuk hebt. Weg met dat ding. We gaan het anders oplossen. Hier, laten we kijken of we hier, dat ik iets hoger ga zitten. Het is nog een oud decorstukje uit de stunt. Zegt u dat nog wat, de stunt? Zegt u niks meer, hè? Wat gaat het toch snel allemaal? De stunt, dat was een musical met Jasperine de Jong van Guus Vleugel in de tijd. Goed, dan gaan we het even kijken of ik zo... Gaat net, hè? Haal ik dit even... Oh. Ja, dat gaat allemaal bevriezen straks. Dat wordt een ramp. Heeft u schaatsen bij u, dan kunnen we hier een beetje op de piano gaan al die... gaan al die snaren bevriezen. Nou ja, we kunnen dat wel misschien zo een beetje... Oh, wacht, ik heb deze dingen. Zo. Ik wou uitleggen, weet u wat dit is? Twin Towers. Decembermaand van dit jaar uitgeroepen tot de John Lennon maand. We zingen ter ere van hem. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Ook, want mocht er wat gebeuren. Waar denkt u dat de Marnixstraat is? Welke kant van waar u zit? Achter u? Ja, de Marnixstraat is daar. Ja, je bent hier gedesoriënteerd omdat de zaal dus haaks op de weg... of evenwijdig aan de straat ligt. Je denkt, je komt zo binnen, dat de zaal dan ook zo is, maar de zaal ligt... Dus zo, daar is de Marnixstraat. Dus mocht er wat gebeuren...
waarvan ik niet uitga. Maar mocht er wat gebeuren, wacht tot ik weg ben. En dan zoek je het verder zelf maar uit. Nee, daar is de Manningstraat, hier is Amerikaan. En daar is het Raamplein. Ik zet mijn auto een paar dagen geleden op het Raamplein neer. Ik gooi wat geld in de meter. En terwijl ik met mijn rug, zeg maar, word ik opeens van achteren aangereden door een jongetje in een skelter. Een jongetje, zeg maar, even voor het gemak, een allochtoontje. Ik heb pijn, dus ik maak een schoppende beweging. En hij geeft me zijn middelvinger en zegt, respect. En ik zeg, dan moet jij eens goed naar me luisteren, motherfuckertje. Met je kutskelter, wat weet jij van respect? Wat weet jij van respect, jongen? Dus een woord is komen over waar je uit New York wordt gebruikt door de gangsterrappers. Die elkaar kogels door het hoofd jagen om een paar plaatjes te verkopen. En dat ga jij nou hier. Maar wat weet jij van respect? Heb je al een uitkering? Nou, wat lul je nou, jongen? Respect. Respect is een woord voor de nouveau riche, jongen. Voor de nouveau riche, om de mensen op afstand te houden, zodat ze alleen van hun geld kunnen genieten. Dat is het. Zal ik jou eens zeggen waar het om gaat in het leven? Het gaat om de liefde. De liefde. Al had ik alle rijkdom van de wereld. Maar ik had de liefde niet. Zitten de christenen in de zaal vanmiddag? Hebben we christenen in de zaal? Wat zegt u? Corinthiërs 13. Corinthiërs 13, ja. Het was niet de vraag, maar het is... Ja. Ja, ik heb mijn publiek langzaam mondig zien worden, dames en heren. En ik kan zeggen dat het er niet beter op geworden is. Nee, je denkt van, dan kan je op zeker moment iets overlaten aan de mensen. Nee, je moet het helemaal zelf leggen. Corinthiërs 13, maar ik vroeg of er christen in de zaal was. Bent u nog christen? Nee. Wilt u met twee woorden spreken? Als... Ja, dat is typisch heidens, helemaal met één... Wat? Nog wat? Alsjeblieft, mevrouw. Oké, okay, ja, dat... Kijk, vroeger was ik dan meteen ad rem, maar ik was wat ouder, dat lukt allemaal niet meer zo. Ik sta dan te denken en denk, ja, dat had ik moeten zeggen, maar ja, dat is te laat. Dat ga ik allemaal thuis uitwerken. Maar we hebben helemaal geen christen in de zaal vandaag. Nou, dan vragen ze wel eens, heb je nog wat bereikt in je leven? Ja. Ten slotte zaten er geen christenen meer in de zaal. Nee, maar het is ook, de mensen zijn ook een beetje bang, hoor. Een beetje bang, want dat zijn, ja, is een nieuw soort taboe. Als je zou vragen, zitten er hoerenlopers in de zaal? Wow, yeah, wow. Ja, zit Rob Oudkerk in de zaal vanmiddag? Zo ongelooflijk, hè. Dat is de beroemdste hoerenloper van Nederland. Wat is toch onze fascinatie voor dit soort losers op het ogenblik in de samenleving? Al deze klunzen die er maar niks van terecht brengen. Pagina's vol mogen maar hun beklag doen, hun babbels, hun woordjes. En wij hobbelen er maar. Deze man had macht. Hij had macht. Hij was wethouder van Amsterdam. Nou, jongen. Dan heb je macht, hoor. Dan kun je de wereld om je vinger vinden, hoor. Dan heb je echt... En dan werden er stofjes in zijn hoofd aangemaakt, weet je wel. De hele dag werden er stofjes aangemaakt. En dan moest hij echt om 5 uur, moest hij naar de hoeren. Dat kon niet anders. En dan zou ik zeggen, nou ja, als je dan toch naar de hoeren gaat, ga je lekker naar Jap Jum, lekker warm in zo'n bad met schuim en lekker champagne. Nee, dan gaat hij naar de Theems weg, gaat hij naar het... Al die armen stak... Ja, dat zal zo'n socialistische inslag wel geweest zijn. Dat zal wel geweest zijn dat hij denkt, ja... Ik moet die arme hoeren helpen, dat heeft hij gedacht. Maar waar komt onze fascinatie? George Best heeft 4 goede voorzetten gegeven, 8 doelpunten gemaakt in zijn leven. Daarna de rest van een puinhoop zuipen. Achter de wijf aan, dronken achter het stuur. 100.000 man op zijn begrafenis. Waar komt dat toch vandaan? André Hazes, een mislukking. Mocht mij ooit iets overkomen. Ik bedoel, mocht ik ooit in handen vallen van demon alcohol, dat ik alsnog geliefd word bij de massa. Of dat ik ga spuiten of zoiets dergelijks, of iets heel ergs. En dat ik dan spectaculair om het leven kom. He, dus bij een liquidatie of een terroristische aanslag, dat men mij opeens in de armen sluit. Ik wil geen standbeeld. Ik wil geen, dat zeg ik er nu even alvast. Mocht u een Giro-nummer vlak na mijn dood in beeld zien verschijnen, stort niet.
toppunt van eenzaamheid. Sta je daar op het sokkel in weer en wind. Moet je je voorstellen, straks, je bent een standbeeld. Oh, dat is toch verschrikkelijk. Doodzieke vogels schijten maar op je kop de hele dag. En eindelijk kunnen de mensen hun gram op je kwijt. Weet je, dan gaan ze wel lekker stellen. Wat was dat toch een lul, dat kon helemaal niks. En altijd zo'n waffel en daar staat hij. Kijk hem staan. Kijk. Moet je dat beeld van Hazes in de Albert Kuip met die stalen smoel. Dat had hij toch helemaal niet, de stalen smoel. André Hazes, dat was toch gewoon silly poetie. Dat was toch gewoon heel lang. Smurfensnot was het toch gewoon. Als je zo deed, zat zijn gezicht hier. Deed je zo, zat zijn gezicht daar. Had een hoedje op om te laten zien wat de voorkant van zijn hoofd was. Dat is een hele dag in. Herman Brood, die staat nou in Zwolle. Zijn hele leven gespoten, gezopen achter de vrouwen aan, staat in Zwolle. En het lijkt nergens op. Hoe had je Brood nou moeten verbeelden? Je had zijn kop moeten kleien, dan had je boven op het Hilton moeten klimmen. En dan, hup, dat ding naar beneden flikkeren. En dat in brons afgiet hier, Wim Duisenberg krijgt ook een standbeeld. Wim Duisenberg, de man die ervoor gezorgd heeft dat ik alles met 2,2 vermenigvuldig. Ja, daar word ik gek van. Dan ga ik naar Frankrijk, dat is 948 kilometer, maal 2,2. Die krijgt een standbeeld in Sneek of Franeker, maar die durfde thuis al niet meer te bewegen. Hè? Nee, die stond thuis al zo. Iedere keer als hij een stap zette, zei die Greta, waar ga je heen, Wim? Waar ga je heen? Ze was als de dood dat hij iets in het voordeel van de Joden zou gaan doen, hè? En hij zat natuurlijk in die financiële wereld. Dus ja, dat was... En dan gaan ze in Wageningen, gaan ze tegenover Hotel de Wereld. Dan gaan ze zo'n... Sascha de Boer heeft het al over een vallensymbool. En dat is de enige vrouw die dat dan kan zeggen, dat je er ook geil van wordt. Ja, vallens. Maar gaan ze... Ja, ik vind als die vallen symbool. Ja, dus dan gaan ze daar voor de wereld, gaan ze... Nou ja, zeg maar, van een lul gaan ze daar neer. En dat moet dan Prins Bernhard voorstellen. Ik wil geen standbeeld. Komt olie uit... Nou ja, dit is nog één voorstelling. Dus ik denk, is gewoon afgeschreven. Heb je nog een nat lap, een lapje daar? Dankjewel. Ja, dat lekt. Hier. Dus we hebben geen christenen in de zaal vanmiddag. Heeft er wel iemand van u op zondagschool gezeten? Wat een ellende was dat ook. Oh, dat was dan omdat de ouders die wilden dan gewoon gezellig koffie drinken op zondag. Dan moesten de kinderen maar even naar de zondagschool. Al die verhalen kreeg je dan op kinderlijke toon kreeg je die dan nog eens een keer... Kreeg je die verhalen nog een keer te horen. En dan hadden ze er van die audiovisuele hulpmiddelen bij. Onze generatie heeft ernstig geleden onder het flanelbord. Iemand had bedacht dat als je vilt uitknipte, dat dan bleef hangen op flanel. Moet je je voorstellen, Sodom en Gomorra op het flanelbord. Er blijft weinig van over. Knipte je Jezus en de discipelen knipte je uit en die bleven dan hangen. Die bleven dan, behalve Judas, die donderde elke keer naar beneden. Maar zonder school, het aardige, dat was eens in de zoveel tijd was het leuk. Vaak met de feestdagen, zoals kerst en Pasen. Want dan kwam er een zendeling langs. Voor de katholieken een missionaris. Voor de heidenen een ontwikkelingssamenwerker. En die kwam dan vertellen van zijn wonderbaarlijke bekeringen. En ik weet nog wel, ik was denk ik een jaar of 10, 11. En toen kregen wij de zendeling en die kwam vertellen over de kleine Saïdja. Een jongetje van Sulawesi, of Celebes, hè. En dat jongetje dat kwam dan ook van de zonderschool en die huppelde naar huis. Ja, kinderen wisten daar nog niet hoe ze huppelen moesten natuurlijk. Dat moesten wij ze allemaal nog leren. En hoe hebben wij huppelen geleerd? Dat hebben wij geleerd na de uitvinding van buskruid. Hebben wij een beetje leren huppelen. En een kereltje dat huppelt naar huis en opeens wordt hem daar de weg versperd door een vijftal moslimknapen. Dus dan hoor je zo over dat junglepad. En een kereltje komt zo aangehuppeld en die staat opeens stil. En de jongens die nemen die...
Dat vijftal dat neemt een dreigende houding aan. En dat christenhondje, dat christenjongetje, dat staat opeens stil. En die geitenneuker, die Hofstadgroep, die staat zo. En die beginnen dan zijn God en zijn Jezus beginnen zij dan te beschimpen. In de hoop dat mannetje dat agressief zal worden, dat getergd zal reageren, zodat zij een alibi hebben om hem in elkaar te slaan. Maar dat ventje, dat houdt zijn mond. En dat weerstaat dat getreiter. En die jongens die raken gefrustreerd. En opeens start de grootste naar voren en die haalt zo flink uit. En het kereltje die krijgt een klap hier tegen zijn linkerwang en hup, draait in één klap zijn hoofd zo. Er zitten toch een paar christenen in de zaal hier. Ook typisch christelijk, hè, om dat achter te houden. Typisch christelijk. Maar je valt door de mond. Dit was een valluikje. Je bent erin getrapt hier. En die moslimjongens wel even vragen, hè. Dus die deinzen achteruit. Hè? Waarom springt die jongen er niet tussen? En vragen wat dat te betekenen heeft. En dan zegt hij dat hij geleerd heeft op de zondagsschool dat de Heer Jezus zei: indien men u op uw linkerwang slaat, keer dan uw rechterwang toe. En hun monden vallen open van verbazing. Wat een schitterende opvatting over geweld. Wat een prachtige ethische houding ten aanzien van agressiviteit. Daar willen ze meer van weten. Zij worden maar dagelijks vergiftigd met die agressieve Koranteksten over heilige oorlog en jihad. En nu dit. En ze vragen aan de kleine Saïdja of hij een goed woordje voor ze wil doen bij de zendeling. Zodat ze een keer mee mogen naar de zondagsschool. En dan zegt dat kleine ventje, nee. En dan vraag ik me achteraf wel eens af. Als dat jongetje toen ja had gezegd. Had Theo van Gogh misschien nog wel geleefd. Maar ja, dat weet je van tevoren allemaal niet. He, dus ik vond dat verhaal ook geweldig. Ik dacht, ja, zo moeten we het doen. Op die manier. En ik huppel naar huis. Het is zondag en ik hoor in de verte. Voetbalsupporters. Hooligans, heidenen op weg naar het stadion. Er zijn mensen die vinden Gregoriaans eentonig. Een minuut stilte als er een voetballer is overleden. Maar dan. Het schijnt dat je er heel goed van gaat voetballen. Alleen bij Ajax werkt het niet meer. En ik ben helemaal euforisch van dat verhaal. Ik denk, ik baan mij een weg door die supporters. En ik loop zo en rank krijg hier een klap tegen mijn kin. Dus ik keer mijn andere wang toe en pas hier op mijn oog. Waardoor ik nog maar 5% licht in dit oog heb. Net voldoende om Ajax nog te kunnen zien voetballen. Ik bedoel, veel meer licht heb je niet nodig in je ogen op dit moment. Er zijn mensen op de wonderlijkste manier weer tot hun geloof gekomen. We hebben een paar jaar geleden hebben die Dominisdag georganiseerd. Kunt u zich dat, of tenminste Dominisdag, dag voor Dominis kinderen. Ja, bent u er geweest? Nou, wat lul je dan? Sorry. Ja, dat wordt allemaal erg. Er zit in mijn hoofd, ik kan u zeggen, het is de leeftijd. Er zitten een drietal figuren zitten hier voortdurend. Je hebt Gilles de la Tourette, je hebt Gerard Alzheimer en Korsakoff. En die zijn de hele dag... Dus dan roept die ziel de Latourette, die roept iets en dan zegt hij altijd maar, wat zei die? En die Tourette die liep lul niet, dat zei hij echt waar.
Nee, maar daar kwamen mensen, lotgenoten, ook kinderen van dominees met verhalen over hoe ze dus van hun geloof gevallen. De meesten waren echt van hun geloof, maar er waren enkele die waren weer op wonderbaarlijke wijze teruggekeerd. Er was een jongen, dat was natuurlijk een man van mijn leeftijd, iets jonger, maar wij blijven elkaar jongens noemen in de hoop dat. En die vertelde dan dat hij kon niet meer tegen die beklemmende sfeer van zijn milieu, van zijn opvoeding. Hij had een briefje geschreven van, lieve ouders, ik kan niet langer in dit bedompte, in deze bedompte sfeer existeren. Ik stap eruit. Vriendelijke groet, Sageus, zeg maar even. En voor de privacy. Maar hij heet eigenlijk Maarten. Maar, en de jongen die heeft een touw en die heeft in de pastorie een zolderkamer. En hij gooit dat touw, probeert hij over een hanenbalk te gooien. En terwijl hij daar zo mee bezig is, komt opeens die vader die slaapkamer binnen. Dat kamertje binnen. Dat is ook typisch christelijk. Het is heidens, of tenminste het is zeg maar heidens om te kloppen. Want dan heb je het vermoeden dat achter die deur zich iets afspeelt waar jij niks mee te maken hebt. Ja, dat is achterdochtig, maar dat kent een christen niet. Een christen heeft iets van God ziet alles, dus waarom ik niet? Dus die staat gelijk. En die vader die ziet die zoon daar met dat touw bezig en die zegt, knul, wat ben jij aan het doen? En die jongen zegt, ik heb huiswerk van gymnastiek meegekregen. En die vader zegt, wat is er dan? Ja, ik ben slecht met touwklimmen. Nou, ga even een ladder halen, dan help ik je. En die jongen die gaat naar beneden en die gaat naar beneden om die ladder te halen. En die denkt, oh jee, dat briefje ligt daar. En die vader die loopt daar zo rond en die ziet dat briefje liggen. En die jongen die loopt naar beneden en denkt, oh, ik hoop dat hij het leest. En dat hij dan een gesprek begint. En dat we dan eindelijk kunnen praten en dat dan alles uitkomt. En dat we dan gewoon fijn, gezellig met elkaar door kunnen leven. En die vader die leest dat en die denkt dan, het is Gods wil dat mijn zoon zich van kant maakt. En wie ben ik om tegen Gods wil in te gaan door dat te voorkomen? Nee, ik moet de Heer helpen zijn plan met de wereld verder uit te voeren. Al betreft het mijn eigen zoon. En die jongen komt boven met die ladder en die kijkt die vader hunkerend aan. En die vader die zet die ladder tegen de hanenbalk aan en die neemt dat touw over. En die klimt die ladder op en bij elke stap denkt die jongen, toen al pap. Maar die vader die klimt door en op dat moment vliegt er een vogeltje tegen het raam van de mansarde, van de zolderkamer. Ja, ik zeg even mansarde, omdat ik moet dat woord levend houden. Er zijn een aantal mensen die zijn door de taalunie erop uitgestuurd en die hebben de opdracht. Zeg maar net als van het Wereld Natuurfonds bedreigde diersoorten hebben wij woorden die onder druk staan. Die dreigen te verdwijnen en ik heb mansarde meegekregen. Dus de bedoeling is dat u dan dat woord dan hoort, zal ik maar zeggen. En dat u straks naar buiten gaat en te pas en te onpas mansarde begint te roepen. Net zolang dat het een stopwoord van voetbaltrainer is geworden en dan zit mijn taak erop. En op dat moment vliegt er een vogel tegen het raam van die zolderkamer. Het mooie is dat u nu allemaal zelf mansarde deed. En dat is zo schitterend. En dat was ook de bedoeling. En dan moet u eens opletten hoe vaak God op dit moment een vogel inzet om het werk zijner handen te vervolmaken. We hebben het bij die dominostenen hebben we het gehad in zo'n klein kutmuur. En de duivel moet ze natuurlijk weer doodschieten. En ik denk, als je dan toch een vogel doodschiet, schiet dan die Hans Kraaij junior nu. En had je, wat denk je van de vogelgriep? Want ik las nu weer dat de ophokplicht wordt verslapt. En het grappige is, we hebben even dat weer nu in paniek. Maar die vogelgriep, echt mensen, dat wordt het hoor. 8 miljoen mensen hoor, hier. In Nederland niet, maar wel hier zo. 8 miljoen gaan eraan hoor. En in de hele wereld 800 miljoen. Door de vogelgriep. Ik wil u niet bang maken. Nee, maar ik bedoel, dat is allemaal Gods werk. We zullen eraan moeten wennen. En die vogel die vliegt tegen dat raam. En die jongen die schrikt en die schopt die ladder onderuit. En hoe het gebeurt, gebeurt het. Maar die vader die heeft net die lus.
En die vader verhangt zichzelf. En die jongen die loopt zo achteruit. En die komt met zijn hand op dat briefje. En opeens ziet hij het verband. Opeens ziet hij dat hij zelfmoord moest plegen. Om tenslotte ervoor te zorgen dat zijn vader zich verhing. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, maar wel rechtvaardig. En zo is hij weer tot het geloof gekomen. Want het is niet vaak dat binnen een mensenleven zo'n offer helder wordt. Hè? Maar in dit geval was het natuurlijk klip en klaar. Maar er zijn ook gebeurtenissen zoals de Holocaust en nou weer die tsunami. Dat je denkt, ja, wat bedoelt God daar nou mee? Maar ja, dat komt over een paar eeuwen allemaal weer goed. Dat je denkt, oh ja. Ja. Kost een paar mensenlevens, maar dan heb je ook wat. Mam, je had me vroeger moeten zien. Toen iedereen nog aan mijn lippen hing. Ik beweerde wit is zwart, ik maakte van de dag de nacht. Ik wist alleen niet precies waarom. Maar het was duidelijk dat ik heel goed liegen kon. Ik ben lam, zei een man die ik betaalde in het geniep. Ik raakte hem aan en het leek of hij daardoor liep. Ik haalde alle trucken uit de kast, het leek of ik al wat ziek was genas. En zij betaalde mij met hun allerlaatste poen. Oh nee, zo slecht was mijn leven nog niet toen. Maar was ik een keer in een stad in de woestijn. Het was heet, niemand kocht mijn medicijn. Mijn lammer liep zich uit de naad. Ik kreeg een doofstomme aan de praat. Ik wekte een storm op, maar mijn verveeld gehoor wendde zich af. De mensen gingen er vandoor. Ik stak, want ik wist dat dit tijd verspillen was. De straat over voor een glas op een terras. En de man zei met een lach, dat hij mij zo even bezig zag. Je bent lang niet slecht, zei hij, en er volgde een vloek. Maar vorige maand zag ik er een, dat was andere koek. In plaats van dat hij met veel misbaar de elementen tart, heeft hij het over liefde, stilte in het hart. En je zult nog meer versteld staan als ik je zeg dat het er niet om het geld gaat. Ik weet niet precies wat ik ervan denken mag. Maar het was verdomd bijzonder wat ik zag. Ik ging sinds die dag in een sleur van dorp naar stee. Ik verdiende geen rode rotcent, ik wist niet meer wat ik deed. Die man raakte niet uit mijn gedachten. Ik ging op zoek naar hem en het geheim erachter. Iedereen was overtuigd van zijn fatsoen. Ik was benieuwd. Misschien konden we iets samen doen. Getoond. Hij heeft me beloofd dat ik er ooit voor word beloond. Ik sluit me bij hem aan. Ik weet niet wat er mis zou kunnen gaan. Zolang hij mij de kost geeft, heb ik geen zorgen. Nu gaan we naar Jeruzalem. Morgen. Nog een jasje van Paul van Vliet, dit. Uit zijn, zit u te snoepen daar? Ik hoor alles hoor. Ja, ik bedoel, is het niet genoeg wat ik geef?
Moeten er opeens andere zintuigen bevredigd worden? Ja, fijn. Ja, nee, maar ja, dat is ook een beetje de drift tegenwoordig. Mensen willen en, hè? Dit is al leuk en dan gaan we er ook nog bij snoepen, dan wordt het dubbel leuk. Daar hebben we al die verschrikkelijke repen aan te danken waarvan die pinda's en de rotzooi in zit. Vroeger had je een reep en je had nootjes, maar tegenwoordig denken ze allebei is lekker, dan doen we de nootjes in de reep, dan is het dubbel lekker. Ik kan geen normale reep meer kopen. Die vervelende nootjes moet je altijd mee. Het is een jasje van Paul van Vliet, dit. Tenminste, toen hij nog in een groep speelde. Weet u nog hoe die groep heette? Pepijn, ja, Pepijn. Lurelei niet. Lurelei was hierachter, hè. Dat was daar. Lurelei. Nee, Pepijn, ja. Met zijn vrouw deed hij dat, hè? Lieselore Gerritsen. En er was nog een man bij. Vert, ja, Vert Hugas. Vert Hugas en pianist Rob van Kleeuwen. Vert was met Liedewijk, weet haar achternaam, weet ik niet precies. Maar Vert, je had dus Paul en Lieselore. En je had Vert en Liedewijk. En die gingen toen, hadden ze dan altijd op toneel. En dan gingen ze een keer met elkaar kamperen, geloof ik. Of met vakantie. En toen zijn ze bij elkaar in de tent kruislinks terechtgekomen. En toen is Paul met Liedewijk doorgegaan. En ik zei later tegen hem, mag je nog blij zijn dat je niet bij Vert in de tent bent terechtgekomen. Maar goed, hij is met Liedewij doorgegaan. En ik geloof niet dat Lieselore lang met Vert is geweest, of misschien helemaal niet. Maar Lieselore is met Ruud Jacobs. Nog steeds. Met Ruud Jacobs, de bassist van trio Pim Jacobs. Met Pim Jacobs piano en Wim Overgaal gitaar. En Pim Jacobs, u kent wel, presentator. Een beetje kalend, maar hij probeerde dat met die... probeerde hij dat te verhullen. Goede pianist. Getrouwd met Rita Reis, hè, de ereburgeres van New Orleans. Ja, dat weten de mensen. En de zoon, maar Liedewij, die had met Vert twee kinderen. Een jongen en een meisje. Die jongen die speelt nu bas bij Kane, popgroep Kane. K-A-N-E. Genoemd naar Citizen Kane, neem ik aan. Citizen Kane is een film van Orson Welles. Hè? Orson Welles die heeft nog eens heel Amerika op stelte gezet met een hoorspel. Toen dachten ze dat de buitenaardse wezens een invasie waren. Dat was een hoorspel, had Orson Welles bedacht. Maar die zanger van Kane die lijkt een heel klein beetje, tenminste voor mijn gevoel, altijd, moet ik altijd aan Xander de Buissonnier denken. Die Wendy van Dijk bedrogen heeft. Weet je wel? Wendy was zwanger en toen ging hij er vandoor met een al. Maar ja, dat pikken de mensen niet, hè? Die hebben hem toen laten vallen. En nou probeert hij weer heel langzaam een beetje terug te komen via Guus Meeuwis. Probeert hij weer een beetje... En Guus Meeuwis is natuurlijk helemaal weer via André Hazes in het zadel geholpen. En fijn, dan weet u weer zo'n beetje wie Paul van Vliet is. En Paul die komt een keer bij ons logeren. Nou, logeren, niet logeren, want ik kwam vanmiddag sjoelen. En, ja, wij namen altijd, als we op vakantie gingen, namen we altijd de sjoelbak mee. En die lag er zo op die imperiaal. Mooi, mooi. Ik heb nog eens een keer in Joegoslavië aan de politie uit moeten leggen wat voor ding dat was. Stond ik opeens in de berm in Joegoslavië, stond ik zo... met de lokale politie te sjoelen daar. Nog verloren ook. Ik bedoel, ja, het is beginnersgeluk, weet je wel. De eerste keer lukt het altijd, daarna nooit meer. En Paul en Liedewijk kwamen, we hadden zo'n huisje in Zwitserland gehuurd in de zomer. En we hadden gewandeld en na een uur werd Paul moe. Paul werd moe, hij had kort tevoren had hij een nier verloren. En niet tijdens de wandeling, maar op een andere manier. En hij wou naar huis, dus ik zeg tegen mevrouw, nou loop jij even met Paul mee. Dan ga ik wel met Liedewijk nog een beetje... Maar die zag, die herinnerde zich opeens die eerdere vakantie. Dus die zei van, laat Paul maar lekker alleen gaan. Dus ik heb hem uitgelegd. Ik zeg, je hebt twee paadjes. Een benedenpad, het laagste pad. En beneden kom je het skidorp uit. En als je nou het bovenste pad houdt en je loopt langs de Bies, dan kom je vanzelf, heb je dat huisje aan je rechterhand boven. Dus hij weg en wij met z'n drieën nog een beetje, ja... Eindelijk konden we even helemaal uit ons dak gaan, een beetje, wat hebben we gedaan, racletteren. Racletteren, typisch racletteren, dat is gekookte aardappels tegen de rotswand gooien. En dan de kruimels opeten, ja, het is een rare Zwitserse gewoonte. Maar goed, je wil altijd, als je in zo'n land bent, iets lokaals doen. En bungee jumpen hebben we gedaan. En na een uur of 2,5 melden wij ons weer in dat huisje. We komen binnen, we zijn er. Maar Paul was er nog niet.
Paul was er nog niet. Dus ik zeg, nou, ik ga lekker naar beneden. Ik had een jodelcursus. Ik ga lekker... Ja, schriftelijke jodelcursus. Ik ga lekker beneden. Schriftelijk. Ik ga lekker... Ja, ik schreef terug. En... ik ga lekker... Maar die dames die begonnen dan... Die gaan dan... Dat zullen de heren wel herkennen. De dames die gaan dan... stemming maken. Die slagen er werkelijk in om binnen 2 minuten een rampscenario te schetsen. Met lawines en verschrikkelijke sneeuwlui. En dat je denkt, bel het leger, grijp in, doe iets. Verschrikkelijk. Hè? Ja, ik heb tegenwoordig, bel het leger. Ik heb goede contacten met de minister van Defensie op dit moment. Ik mag Henken. En ja, want ik ben in Irak geweest. En hij vraagt me ook advies. Ook weer over Afghanistan. Moet ik troepen sturen? Ik zeg, je moet net zo lang doorgaan met vredesmissies tot er één lukt. Maar die vrouwen beginnen je dan helemaal op te... En wij mannen hebben daardoor iets laconieks. Ja, het is niet echt laconiek. We zijn doodsbang dat we iets moeten doen. Hè? Ja. U kent het wel, heren, dat je net even de krant zo in je luie stoel... En je bent nog niet aan de zitting aangeland of... En daar hebben wij een soort... Ja, wij hebben dan iets ontwikkeld van... Dus ik ga naar beneden, schriftelijk jodelen. En die dames die zwepen, die zitten in mijn kamer op te zwepen. En die komen op even beneden. Je moet hem nu gaan zoeken. Ik naar de wijnkelder. En ja, om zo'n vaatje whisky te halen, dat hang ik om mijn nek. En ik begeef mij op pad. Ik was ervan overtuigd dat als ik buiten gehoorsafstand zou zijn, dat hij monter binnen zou stappen. Een mobiele telefoon had je toen nog niet. Ja, je had hem wel, maar wij hadden hem nog niet. U kent die intellectuele achterhoede gevechten wel. Dus ik liep daar te dolen, door de Zwitserse Alpen. En ik voelde me zo als jaren geleden heb ik eens een keer een weekend achter de hond van Fons Jansen aangerend door het bosplan. Ach, wat een ettenbak was dat. Ongehoorzaam. Zo gehoorzaam als Fons Jansen was, zo ongehoorzaam was dat bezig. Als je zijn naam riep, dan liep je nog harder weg. Het was een... Ja, wij hebben voor de collega's, mijn vrouw en ik hebben altijd voor de collega's klaargestaan. Ja, altijd. Er was ons niks te veel. Kom maar binnen, ik logeer. Maurice Hermans kon altijd bij ons logeren. Daar ben ik weekends mee naar Brussel geweest en wou die manneke pis zien. Nou, vooruit. Ik heb hier tussen de coulissen heb ik Wol op staan houden voor Corrie Vonk. Corrie hield van breien. En Wim moest werken, dus dan stond ik hier zo tussen de coulissen. Heb ik en passant dat vak geleerd. En ja, dan stond zij zo en stond Wim hier met die oudejaarsconferences. Dat wil zeggen, hij lag voornamelijk op zijn knieën. Lag hij zo hier die oudejaarsconferences te doen. Ik heb hier Jules de Korte, heb ik hier ook nog zo zien. Oude blinde pianist. Zou je eigenlijk, vraag ik me opeens af. Zou je met je blote voeten, zou je dan ook braille kunnen lezen? Dat je met je handen lekker nog even iets anders kan doen. Dat je zo lekker even door een boek heen loopt. Zo, even. Blinde Arabier loopt er zo doorheen. Nee, we hebben altijd alles hebben wij voor de collega's over gehad. Wat zei ik, Maurice Hemel. En we hebben de laatste maanden de vrouw van Joep van het Hek een beetje opgevangen. Ja, Joep had even moeilijkheden, was even vreemd gegaan. Maar hij is weer terug, hoor. Hij is weer terug. Ja, hij is weer... voor de kinderen is hij teruggegaan. En dat vind ik toch wel weer klasse van Joep. Hè? Ik zou zeggen, fuck the kids, weet je wel. Sodemiet erop met je kinderen. Ik ga lekker leven of het mijn laatste uur is. Maar, nee, Joep niet. Hij zegt het wel, maar dat vind ik dan weer zo klasse. Hij doet het niet. Dat vind ik dan wel weer, sterk. Hè? Ik heb dan iets rechtlijners, maar daar kom je in het leven niet ver mee. Daar kom je echt niet ver mee. Dat moet je niet doen. Nee, want de mensen denken wel eens dat wij ruzie hebben. Dat is onzin, hoor. Want het is alleen maar voor de kassa, want hij belt regelmatig. Hè. Nu voor die oudejaarsconferentie belt hij voor advies. En dan zeg ik altijd, Joep, gewoon op de ingeslagen weg voortgaan. Ja, geen gekke dingen gaan doen. Hè.
doe nou niet meer dan je kan, zeg ik altijd tegen hem. En, nou, ik moet zeggen, in grote lijnen houdt hij zich daar heel behoorlijk aan. Nee, want nu is er ook weer dat akkefietje met Jack Spijkerman, weet je, die is dan van de Vara naar Talpa gegaan. En dan heeft Joep dan in zijn oudejaarsconferentie, heeft hij daar een opmerking over gezegd. Joep, dat heb jij niet nodig. Jij hoeft jou niet via je collega, hoef jij jezelf groter te maken. Dat heeft dat niet. Bovendien, leg me even uit het verschil, zeg maar, moreel tussen vreemdgaan en van de Vara naar Talpa gaan. Ik bedoel, Jack Spijkerman heeft niet op het stadhuis beloofd dat hij de Vara eeuwig trouw zal blijven. Bovendien, bij vreemdgaan krijg je geen vergoeding, maar van de Vara naar Talpa gaan wel. Dus ik zie eigenlijk het probleem niet zo. Ik weet niet wie in dit geval... Enfin, hij zou het in overweging nemen. Ik ben benieuwd. Hij zegt, heb je nog een tip voor het einde? Ik zeg, je moet gewoon leef tegen de mensen zeggen. Nou. Misschien zegt hij het, ik weet het niet. Ja, we gaan heel leuk en collegiaal met elkaar om. En ik loop daar door die Zwitserse Alpen en opeens komt daar een Zwitser aangelopen. Dat heb je vaker. In de Flevoland is dat kans minder, maar in Zwitserland natuurlijk wel. En we waren in het Franstalige gedeelte, de Wallis Valois. Dus die man die komt aangelopen en ik zeg, excusez-moi, dat zeg je altijd als je een Fransman tegenkomt of iemand die Frans spreekt, excusez-moi. Avez-vous vu un long homme avec des cheveux grise et seulement un ou une rognon? Ik wist niet of nier mannelijk of vrouwelijk was, dat wist ik. En ik weet niet of u wel eens Frans gesproken heeft tegen een van origine Franstalige. Dan kijken ze je echt aan of je met je leven speelt, hè? En die man zegt, c'est un rognon! En die legt die waldhoren op zijn andere schouder en die loopt zo weg. En ik loop door en dan komt er een echtpaar, stevig gearmd echtpaar, komt er zo aangelopen. En ik zeg, excusez-moi, avez-vous vu l'homme avec des cheveux grises? Et seulement, ik denk, dan ga ik het mooi zeggen, et seulement un rognon! En die man zegt, doe maar gewoon, we komen in Denenkamp. Ik zeg, heeft u Paul van Vliet ook gezien? Hij zegt, u bent toch Paul van Vliet? Nee, zegt die vrouw, hij heeft een bril op, het is Jack Spijkerman. Daar heb je dan 40 jaar onderscheidend cabaret voor gemaakt. Wonderlijk, daarna op mijn hele wandeling kom ik alleen maar Nederlanders tegen. Hollanders plegen wij dan te zeggen als we in het buitenland zijn. Hollanders, alweer Hollanders. En tenslotte komt er een vrouw op me afgeremd. U raadt nooit wie ik net tegenkom. Ik zeg Paul van Vliet. En ze slaat zo vlak achterop. Dus ik draai de kraan van dat vaatje open. En ik laat de whisky vrijelijk over haar gelaat stromen. En ze komt bij en ik zeg, breng mij naar de goede man toe. En ze rent vooruit als een jonge hond op weg naar de slager. En daar zit Paul in het skistation op een steen. Gek genoeg in de vorm van een nier. En ja, maar dat kan ook wishful thinking geweest zijn. En hij zit daar zo, hij had een stok onderweg gevonden. Met die staf zit hij zo, met dat wit. Het is eigenlijk geen grijs haar, het is prachtig. Wit haar zit hij zo. Het is echt met die mensen eromheen een profetisch beeld. Liever gezegd, het beeld van een profeet. Een profetisch beeld is natuurlijk een visioen. Dat is iets in je fantasie. Maar het beeld van een profeet is gewoon iemand die zo zit en op een profeet lijkt. Nou ja, ik leg het maar vrij expliciet uit, omdat de taal onder druk staat. Hè? Dus, er wordt aan de ene kant flink ingeburgerd, maar aan de andere kant ook weer behoorlijk uitgeburgerd. Dus ja, ik zeg tegen Paul, wat is er gebeurd? Dus ja, ik ben bijna bij die splitsing van wegen aangekomen. En ik word omringd door een groepje Nederlanders en ik begin wat te vertellen en er wordt wat gelachen. En ik loop met ze mee en ik ben de weg kwijt. Zijn carrière ten voeten uit, zeg maar. Ja, we gaan heel collegiaal, gaan we met elkaar. Nou ja, toen zijn we nog wat gaan halma. We hebben wat bordjes halma gelegd. Een paar potjes, ganzenbord en gejoeld. En toen om een uur of 10 kwam de kook op tafel. En toen is het nog heel gezellig geworden.
Waarom begon ik nou? Oh ja, dat was het jasje. Kijk, dit is van... dit is een... Ja. Nou, dit soort stukken heeft hij ook gespeeld. Ik fluister zacht haar naam. We zijn gescheiden. Ik ijs weer door de kamer met de telefoon. Ze belt de hele dag. Ik was nog net op tijd, maar haar hielden ze tegen. En op de vraag waarom, zei iemand in uniform: omdat het niet meer mag. Ik zie een ambulance, ik hoor meerdere sirenes. En in de verte het blaffen van een door de voorschriften genoemde hond. Er vaart geen boot meer, er rijden geen treinen. Vliegtuigen staan doelloos, als vastgevroren zwanen aan de grond. We zijn te ver gegaan. Te ver. Vooral te vlug. We zijn gevangen. We mogen niet vooruit. We willen niet opzij. En we kunnen niet meer terug. Verlangen. Ik sta voor mijn raam en kijk naar de kadavers. Zwaai overdreven naar mijn boze buurman aan de overkant. De straat is leeg, de mensen zitten in hun huizen. Er waart al weken een besmettelijke ziekte door het land. We zijn te ver gegaan, te ver. Vooral te vlug, we zijn gevangen. We mogen niet vooruit, we willen niet opzij en kunnen niet meer terug. Verlangen. En hoewel het lente is, waaien de bladeren van de bomen. Er drijft een dode kip in de rivier. Was jij maar hier. Maar jij bent daar. En mag hier niet meer komen. We kunnen niet meer aan elkaar. We kunnen niet meer in elkaar. We kunnen niet meer op elkaar. We kunnen niet meer uit elkaar. We kunnen niet meer met elkaar. We kunnen niet meer tot elkaar. We kunnen niet meer van elkaar. We kunnen niet meer door elkaar. We kunnen nog slechts naar elkaar verlangen. Nou had je vroeger op dit soort momenten in een voorstelling dat het publiek gewoon applaudisseerde om die enorme spanning te doorbreken die er ontstond. En ja, nou helpt het niet echt meer. Kijk, dit is nog van John Lanting, die heeft hier ook een hele serie SOA-kluchten heeft hij hier nog gespeeld. Ja. Seksueel overdraagbare aandoeningen heeft hij. Dat was toen combinatie kluchtvormingstoneel. Heel gewaagd. Dit was geloof ik uit Hoera, ik heb een chanker. Dat was toen een van die kluchten. Ja, je moet John Lanting hiermee zien. Hè? Dan is dat echt lachen, gieren, brullen, geblaas. Kijk, bij mij werkt dat niet. Ik bedoel, mij staat alles. Ik weet niet hoe dat komt. En,
Ik moet opeens denken zo, hier vlakbij speelt een film van die pinguïns. Heeft u daarover gehoord? Was u van plan om erheen te gaan? Zal ik u even in een half minuutje vertellen waar het over gaat? Ik heb hem namelijk gezien. En de eerste 20 minuten lopen er 18.000 pinguïns lopen die kant op. En als je nou zegt, is er een aantrekkelijk decor? Het is wit. Voornamelijk wit. De tweede 20 minuten lopen er 9.000 pinguïns die kant op. En de 30-20 minuten staan er 9.000 pinguïns staan zo tegen elkaar aan te blauwbekken. De vierde 24 minuten zitten bij onze voorstelling, omgekeerd in de projector. Waardoor je opeens zo moet gaan kijken. En na 5 minuten komt er iemand binnen die zegt er is iets mis. Dan wacht je ongeveer 20 minuten voordat de zaak weer goed zit. En dan zie je dus weer 18.000 pinguïns die kant op lopen. Nou, dat is het wel zo'n beetje. Nee, dit is uit Hemeltje Lief, ik heb Sief, was deze, geloof ik. Ook zo'n... Ja, je moet het met John Lanting zien, dan is het echt hilarisch is dat. En dan lig je echt onder je stoel, hoewel het in dit theater erg moeilijk is om onder je stoel te komen, hoor. Dan moet je er wel wat voor over hebben. En ook niet meer dan één van de 500. Nou ja, al deze dingen, ik weet niet, dit... Oh, wat sneu. De buurman heeft gewoon een reu, geloof ik, was dit. Het was een hele serie in elk geval. En, is me dat lachen? Kent u deze figuur, dames en heren? Deze meneer, kent u die? Zegt u dat nog wat? Wat zegt u? Lenny Bruce, ja, dat is Lenny Bruce. Dat is de, ja, zeg maar de godfather van het moderne stand-up cabaret. Hij is tragisch aan zijn einde gekomen. Overdosis in de wc. En als ik nou aan Lenny Bruce zou vertellen dat in Nederland de koningin de beschermvrouwe van de satirici is, dan zou die waarschijnlijk opstuiven in zijn urn. En oh, wat is dat? Wacht even. Ja, mag ik even de helpdesk? Meppelenbroek spreekt u mee. Help, de helpdesk. Stijn Meppelenbroek. Meppelerbroek. De broek van Meppel. Stijn. Met een korte broek, ja. Met een korte ei, bedoel ik. Met een korte ei. Van een kip. Ja, kippen leggen korte eieren. Als ze langere eieren leggen, doet pijn, hè? Ja. Meppeler. Ja, dat wil ik wel even spellen, ja. Nieuwe spelling of de oude spelling? Dat is de M van Meppelerbroek. Ja, drie poot aan elkaar vast. De Evangelie. De P van de A. De P van inhebben. Er de P in hebben. Hij heeft er de P van de A in. Zij mag ook, ja, zij mag ook. De Evangelie. De L van lul. Beide kanten op, lul. De Evangelie en de R van Dorens. Van R van Dorens. Van Bo. Stijn. Stijn, dat is de S van stokdoof. De T van vanelle. De Evangelie, de I van de puntjes op de en de N van niets. Niets. Niets, omgekeerd Stijn. Als je niets omkeert, krijg je Stijn. En als je Stijn omkeert, kan je klap voor je hartstikke krijgen. Zei mijn vader altijd.
Ja, ik krijg steeds een raar plaatje waar ik niet om gevraagd heb. En ik heb een Tos Hiba. Tos Hiba. Ja, dat is de T van Vanelle. De O van Kom maar eens kijken. De S van Slechthorend. De H van Florijn. Florijn. Hafijn! Hafijn! Een borrel van Florijn! De I van de puntjes op de B van BB, bescherming burgerbevolking. En de A van Garde. Wat zegt u? Een muis? Nee, wij hebben geen muizen. Nee. We hebben een hele grote kater. André. Ja, die hebben we een André Hazes genoemd. Die had ook een hele grote kater. André, ja, dat is de avant-garde. De N van zovoorts. De D van N-A. D-N-A. De R van de Vries. De Vries. Peter R. De Vries. En hallo. Hallo? Hallo? Bel te goed dus op. Ja, nu heeft deze zaal één probleem, dames en heren. Je kan er niet zitten eigenlijk. Tenminste, je kan er wel zitten, maar dat hou je niet langer dan een uur vol. En dat uur is nu bijna voorbij. Vandaar dat heel veel van de voorstellingen hier tegenwoordig na een uur zeggen van nou, laten mensen 20 minuten eventjes de benen strekken. Dan ga ik in die tussentijd wel kijken hoe ik mezelf vermaak. Tot zo. Onze bermonumentjes niet meer permanent langs de weg laten staan van de minister. Ze is bang dat de weggebruiker afgeleid wordt door de bermonumentjes. En dat daardoor ongelukken ontstaan. Ik vraag me af, wat was er eerder? Allemaal bijvoorbeeld paniek zaaien. Ik mag niet eens de straat op als ik de televisie mag geloven. Mag ik vandaag niet eens de straat op? Omdat het een beetje vriest. Ik zit naar het nieuws te kijken. Net de koningin is al naar Londen. Ze zegt... niet te geloven. Mensen zijn krankzinnig geworden. Ik ga lekker gewoon, zoals altijd, mijn bermonumentje... Ik weet niet waar ik terecht zou komen, maar dat zien we wel. Het is allemaal begonnen met het smoortje. Ah, het is alweer 17 jaar geleden. Hadden we voor haar een klein bermonumentje gemaakt. Voor smoortje. In Harderwijk woonde ik toen nog. Met mijn vrouw. Altijd samen gedaan. Maar toen wouden de overburen het monumentje aan hun kant van de straat hebben. Omdat het hun kat was. Maar ze kwam altijd bij ons poepen. Omdat wij hadden moderne kattenbakvulling. Met meeverende korrels. Vond ze lekker, kwam ze altijd bij ons poepen. Wij zeiden, kom maar hoor. Kom maar lekker bij ons poepen. Stond ik voor het raam, stak ze de straat over. Nou, het ging meestal goed. Meestal wel. Eén keer niet. Stond ik net even niet te kijken voor het raam. Ik kom de straat in gefietst. Ik had een boodschapje gedaan. Ik kom de straat in gefietst. Dan zie ik daar de overbuurvrouw met de scootmobiel zo op de zijkant liggen. Was over de eigen kat heen gereden.
meisje is bloedend zo hier binnengedragen bij ons thuis. Zo. Slingerzinger nog in de kamer. Dus wij de dag ervoor waren we 30 jaar getrouwd. Slingerzinger. Ik zeg tegen mijn vrouw, haal die slingers weg. Ze zegt, die kat ziet er niks meer van. Ze neemt de overburen wel. Smoortje. Twee jaar later is ze... is Twispel doodgegaan. Twispel. Staartkanker. Van het roken. Van het roken. Nou, ze rookte zelf niet hoor, maar ze had altijd bij mijn vrouw op schoot. En die zat dus een schoorsteen te paf en meeroken. Zat mee te roken. Combinatie van kwispelen en meeroken, daar krijg je staartkanker van. Is niet te bestralen, valt niet te bestralen. Kan niet. Staat niet uit. Mevrouw was gek met Pim, hè? Mijn vrouw. Die had buitenaards contact met Pim. Sinds de moord op Pim zat ze hele dagen zat ze met hem van gedachten te wisselen. In de voorkamer. Hele dagen. En dan hoor je die Mat Herben wel het zeggen. Als Pim nog geleefd had, dan zou dat niet gebeurd zijn. En dan zei mijn vrouw altijd. Want Pim was er heel anders over gaan denken sinds de moord. Ja, die dacht er heel anders over. 180 graden gedraaid. 180 graden gedraaid. En, valt eraf. Dit zat hier. Goh, dat is een lievelingsklauwtje van mevrouw. Ik was altijd zo blij dat dit hier zat. Toen zei ze altijd, dat is, gelukkig zit dat hier en niet daar. Nou zit precies dit afgebroken. Dan neem ik het maar niet mee. Want dan staat het dan maar in die berm. Sorry. Deze. Is mijn zwager. Was prins Bernhard jaloers op, jongen, op deze. Mijn zwager was de enige oud-strijder die de pest aan prins Bernhard had. Toen liepen ze op 5 mei liepen ze allemaal zo in Wageningen. En dan liep mijn zwager, die liep zo. En stond die Bernhard met die begeerige ogen, stond hij zo mee te kijken. Maar hij heeft hem nooit gekregen. Is Ellen. Dat hebben we naar Ellen Vogel genoemd. Had Parkinson. Een hele rare tril had ze in de fluit. Ik kan niet nadoen. Een hele rare trilling zat er in de fluit. Als ze zat te fluiten, hoor je. Kan niet nadoen. En dan ging die hamster, die ging zich daaraan ergeren. Oh! Als zij zat te Parkinson piepen, dan zat hij. Oeh, zat hij zich boos te maken. Zich. Oeh, dan kon hij kwaad worden. Oeh, hij is aan hamsterwoede overleden. Deze is. Onze zoon is in Normandië gesneuveld. Maar daar kan je niet iedere dag heen gaan, natuurlijk. Dus Reutel. Aids.
2 jaar geleden aan aids overleden. Nou, had hij weer de lucht in zijn neus en van een geniewerk. En dan riepen wij, veilig vrije reutel. Ja. Het is een hond. Probeer een tackle maar eens een condoom om te krijgen. Nou ja, de hele tackle gaat nog wel, maar de... Ja. Als mevrouw gek op is, kunst enge. Goed dat het afgeschaft wordt. Mensen bang maken. Wat heb je er dan? Dus mevrouw is 3 weken geleden overleden. Stonden bij de N432. Stonden we zo... Had ze net dat portretje van Reutel zo neergezet. En had je daar de berm en had je daar de N432. Ze stond precies op die streep zo. En iets verderop was een bord I love rechts houden. Verkeersveiligheid. I love richting aangeven. Je zal maar achter iemand zitten die zegt I love richting aangeven. Je denkt, gaat naar links? Nee, hij gaat niet. Nee, hij houdt van richting aangeven. Ja. Dat is onze zoon hier. Kan ook die zijn. Eén van dit groepje. Dit was een maat. Dit was een slaapje. Het is een jongen uit Californië, deze. Bijna 19 jaar. Kon op een plank op het water staan. Door de omslag van de golf voor te blijven, suis ik naar de kust. Waar de meisjes op mij wachten. Jongen, kom bald wieder, zingen de moeders van de vijand. Ik ken die jongen niet, maar ik moet ze doodschieten, wil ik overleven. Allemaal. Ik ging eens jagen met een oom. Het hert dat hij geschoten had, was niet helemaal dood. Hij drukte mij zijn geweer in handen en vroeg me het genadeschot te geven. Ik begon te huilen. Hij moest lachen. Ik kneep mijn ogen dicht en haalde de trekker over. Het geweer trilt in mijn handen. De misselijkheid komt niet van de deining. De misselijkheid komt niet van de drank die we kregen en die moed moest geven. De misselijkheid komt niet omdat ik ondergekotst word door mijn buurman. Ik ben bang. Als we de branding bereikt hebben, zal de klep naar beneden gaan en ik zal naar voren geduwd worden of we een wedstrijd doen wie de eerste dood is. Het water is koud. Naast mij gaat iemand kopje onder. De zee kleurt rood. Ik krijg een slok water binnen. Ik val voorover op het strand. Ik ben dronken, ik ben misselijk, ik ben doof, blind. Ik krabbel overeind. En storm naar voren. Hoe vrij ben ik dat ik de vrijheid moet bevechten van iemand die ik niet ken? Mijn vriendin heet Judy. Ze wacht op mij. Voor altijd. Dat onze
Wegen scheiden is het beste voor ons beiden. De tijd zal ons wel verder leiden naar een ver en mooi verschiet. Ik zal mij niet beklagen en het alleen zijn dragen. Ik wil alleen nog vragen: vergeet mij niet. Wij hoeven ons niet te schamen. We hielden het zuiver samen en je zult moeten beamen. Er komt aan ieder eind een lied. Ik kan jou niet langer sturen. Toe, ga op zoek naar heter vuren. Laat dit moment niet te lang duren. Vergeet mij niet. Vergeet mij niet. Vergeet mij niet. Houd mij in gedachten. Ik kan niets meer verwachten. Vergeet mij. Vergeet hem. Vergeet haar. Een jasje van Nederlands Hoop. We hebben hier in 70 stonden we hier al met Nederlands Hoop, of 71. Hoogtepunt hier in dit theater Nederlands Hoop was de presentatie van het Donner-rapport over de Lockheed-affaire. Dan hadden we in het begin een telefoongesprek met de koningin, die nu in Londen zit, zoals u gehoord heeft. Nou, het is erg hoor, mensen, echt waar. Ik weet niet of dit theater dicht kan hoor. Ze wou het sluiten per 1 januari, maar ik denk dat wij hier nog wel een paar weken door moeten brengen. Ik ben dolblij dat de burgemeester in de zaal zit vanmiddag. Ons kan niks gebeuren. Ja, Nederlands, hoe zou zo'n Bush zich voelen? Zo'n president Bush, dat vraag ik me wel eens af. Vanuitgaande dat hij het goed bedoeld heeft. He? Nou ja, laten we daarvan uitgaan. Want als je van de ander uitgaat, dan hoef je niet af te vragen hoe hij zich voelt. Dan heeft hij geen gevoel. Maar hij heeft toch dat idee gehad over die dictator verdrijven en nu dit. Ja, ik was aan een paar verhalen tegelijk begonnen. Maar dit is Nederlands Hoop. Nou, de mensen vragen wel eens. Gisteren was die documentaire van Bram ook weer op televisie, of vannacht. En ik kreeg vanmorgen al weer meteen via de e-mail een hele strenge brief. Waarom ik hem zo. Wat ik hem zo misdaan heb en zo. En heb laten vallen. En de mensen vragen: ja, hoe zat dat nou? Hoe zat het nou precies? Nou, in 1967 leerden we elkaar kennen hier in Amsterdam. Studentenkorps. En we, als jonge honden doken we op elkaar. Bram had zo'n brommertje met een motor op het voorwiel. En daar, daar tuften we mee door de Berini ook niet. Daar tuften we mee door de stad. Nee, een eitje is een Berini. Nee, en het was een Velovap, het was een Frans ding. En daar tuften wij, ik zat achterop, Bram had zo'n witte regenjas aan. En als ons iets te binnen schoot, maakte ik op zijn rug een aantekening. En dat werkten we dan thuis uit.
En dan hadden we in die tijd hadden we er een derde man bij, charmezanger, zeggen ze in België. Mooi jongen, een beetje macho, die dan voor de liedjes deed. En die had al zo'n brommer met zo'n hoog stuur. Nee, geen poeg, nee. Ja, nee. Thomas. Ja, Thomas. De poer. En die kwam naast ons, die ging een beetje bluffen, zo. En wij zaten dan zo. En dan riep hij op een dag, kunnen jullie niet harder? Het was in de Raterstraat, kan me nog goed herinneren. Kunnen jullie niet harder? Wij hadden helemaal geen behoefte om harder. We zaten te denken, het ging ons hard genoeg. En hij gaf een dot gas en op hetzelfde moment ontplofte zijn motor. En hij stond stil en wij tuften verder. En dat is eigenlijk wat Nederlands Hoop altijd geweest is. We waren helemaal niet zo progressief, helemaal niet zo snel. Alleen iedereen om ons heen viel stil en wij tuften verder. Dat was het. Dat was het. Nou ja, zo'n idee over Bush, dat was wel iets voor ons geweest, denk ik. Ik ben eerst in Irak geweest, kijk, ik denk, ik ga naar Amerika, ik neem het vliegtuig. En vliegen, u zult het moeten beamen, kunnen beamen, vliegen is niet meer wat het geweest is. Vliegen, ik hou er niet van om te zeggen dat vroeger iets leuker was, want over het algemeen was vroeger niks leuker. Maar vliegen wel, vliegen, dat we, alleen al het eten, vroeger in een vliegtuig eten, als je vroeger lekkere trek had. Ja, dan dacht je, kom, we gaan een stukje vliegen, want dan was het lekker eten. Er kwam zo'n leuke stewardess met zo'n servetje en dat werd allemaal voor je uitgestald. Tegenwoordig krijg je dat blad al, zit al zo in je middenrift en dan krijg je er een doosje opgekwakt. En gelukkig nog een doosje, want die zijn nog wel te eten. Ja, die doosjes die zijn nog wel lekker. Wat erin zit, dat hoef ik niet meer. Hè? Ze hebben iets van wokkelachtige substantie is het. Dit is wel een beetje kroephoek. Het is wel smakelijk. Je krijgt een beetje gasvorming, dat is het enige. Maar... Nou ja, dat is in een vliegtuig, is dat een wind laten is wel precair. Maar daar vlieg ik ook altijd mee. En precair. Ja, dat is zo'n budgetmaatschappij, dat is echt Turks is het. En gaat hartstikke goed. Dan zegt die kapitein in die cockpit, die zegt, nou mensen, we wagen het er maar op. En nou, dan zit je ontspannen. Nee, maar ik bedoel, een wind laten in een vliegtuig, dat is breken. Eentje gaat nog wel, dan kan je een beetje streng opzij kijken. He, van, dat gaan we niet meer doen, hè? Dat gaan we niet doen. Maar bij de tweede wind vallen die zuurstofmaskers spontaan uit de luikjes en dan... Ja. En die controles op die vliegvelden vind ik ook mensonwaardig. Ik ben gelukkig bekende Nederlander. Ik kan op Schiphol langslopen, want ze weten dat ik geen kwaaie plannen heb. Geen handgranaten onder mijn oksels verstop of bolletjes verslik. Maar dus ik kan rustig langs die rijen lopen waar die zakenmannen zich door allochtonen tussen de benen moeten laten voelen. Ja, dat zijn allemaal allochtonen die dat doen. Hoe ze op die sleutelposities terecht weten te komen, ik begrijp er niks van. En ik ging dus naar Amerika en ik weet wel, ik kom daar aan in New York op Heathrow. En Kennedy Airport, dank u wel. Ja, daar gaat hij weer. Daar gaat hij opeens zo. Ik zei Heathrow. Ja, nou ja, gelukkig ontdekken we het nu nog. Hè? Over een paar voorstellingen, dan hoort niemand het meer. U niet meer, ik niet meer. Dan lullen we gewoon door. Maar dan zitten we hier lekker door te dementeren met z'n allen. En ik moet in Amerika, daar kent niemand mij, dus ik moet er aansluiten in die eindeloze rij. En ik had nogal last van gasvorming, van het eten. Maar ja, om nou een vreemd land binnen te komen en gelijk de sfeer te verpesten, dat is mijn mentaliteit. Ik denk, ik hou het lekker op en dan ga ik straks naar Ground Zero. En dan laat ik hem eens even alle windrichtingen opwaaien. Dus ik sta daar zo in te houden en intussen ga je dan zo voetje voor voetje, kom je dan zo'n... Het was net die tocht van die pinguïns, maar ja, dan lang niet zo snel hoor. Lopen we zo anderhalf uur voor je zon en er worden allemaal mensen uit de rij gehaald. Gezinnen, huilende moeders en kinderen. En je hebt iets van, ja maar hé, laat die mensen binnen. Maar ja, je denkt, als ik mijn mond open doe, dan kom ik er niet in. Dus dat is ook de bedoeling. Dus je houdt je koest. Je houdt je koest, een beetje de sfeer waarin we op dit moment in ons land zijn. Hè? Want er worden zo'n hoop mensen die hebben 9 jaar gewacht voordat ze hier binnenkomen. Die kunnen er nu ook opeens uit. Hoe zou zo'n vertonk, wat zou daar nou in die... Ze heeft een beetje in privé, heeft ze een heel klein beetje iets over zichzelf verteld. Hè? Wat er bezighoudt, ze is te dik. Ja, ze vindt zichzelf te dik. En ik vind ook wel... Dat zijn dingen die de mensen ook bezig kunnen houden.
ik ben een pondje te zwaar, weet je wel. Terwijl, ja, ik, wonderlijk. Dus ze is nu aan het procederen. Dus een jongetje van 5 jaar, die is met zijn moeder mee naar Turkije gegaan. En zijn vader die woont nog hier. En die moeder is nu overleden. En dan wil ze dus per se niet dat dat jongetje terugkomt bij zijn vader. Dat wil ze kosten wat kost voorkomen. Hè? Misschien dat als er een paar pondjes afgaan, dat ze dan wat milder wordt, zou kunnen. Maar ik denk het niet. Wonderlijk. Ik heb een keer voorgelezen, wij zijn mensen van vertrouwen. Ik heb een keer voorgelezen in de gevangenis in Den Bosch. Huis van Bewaring heette dat. En daar zat ik van tevoren even met de gedetineerden te praten. Hartstikke leuk gesprek. Fijne, open man, hoffelijk, beleefd, netjes, keurig. Ik zeg tegen die directeur, laat toch gaan die man... Ja, die kan toch zo in de maatschappij, maar die bleek een meisje van 11 en 12 vermoord en verkracht te hebben. Schrik je even van. Even ben je dan, nou ja, volgende dag denk je, ach. In principe ga je ervan uit dat de mens goed is. En de mens die niet goed is, die heeft in zijn jeugd iets akelers meegemaakt. En 2 gesprekken met de psycholoog en hij is ook goed, begrijp je. Maar die verdonk, die is natuurlijk directrice van de gevangenis geweest. Dus die ziet in ieder mens eigenlijk een crimineel. He, dus dat is een hele, die ziet in dat 5-jarige jongetje en dan denkt ze, ja, dat kan nog even goed gaan, maar als hij straks 17 is, is hij natuurlijk crimineel. Dus die kunnen we er beter buiten houden. En dat is natuurlijk een heel verschil van opvatting. Ja, ik voel dat u een beetje op een bevrijdende grap zit te wachten. Ja, nou die is er in dit geval dus even niet. Ik vind het vreemdelingenbeleid in het land geen aanleiding geven tot flauwe grappen. Werkelijk een hufterig schandaal wat er hier gebeurt. En, ja, het is nog geen meerderheid, maar het is een goed begin. Mensen zijn erg genuanceerd op het ogenblik over deze dingen. En ik sta daar in die rij en dan word je intussen wordt er nog... Ik had last van die gasvorming en intussen lopen er nog allemaal van die mensen met van die 6-kantige petten met zo'n gummiknuppel lopen dan. Kent die comedy capers wel, die lopen dan zo langs die rij en die nemen af en toe een steekproef. En ik ben als de dood dat ik steek geproefd zal worden. Dus ik vertrek een grimas kennelijk. En die man die ziet dat meteen, dus die komt zo voor me staan met die knuppel en die zegt, niet komen! Oude Duitse immigrant waarschijnlijk. En ik erachteraan, we komen in een tentje en er zit een controle. Er zit een kolossale neger op een krukje. Werkelijk, als je B.B. King, Fats Domino en Barry White aan elkaar plakt. En je zet er 1 hoofd op, dan heb je hem. Die zat op een 3-poot. Er was geen poot meer terug, er zat er volledig overheen gezakt. En dan zat hij met een zaklantaarn de hele dag toeristen in hun hol te kijken om te zien of ze daar massavernietigingswapens verstopt had. Dus ik kom daar binnen, ik voel de bui al hangen. Ik probeer me nog een beetje van de domme te houden. Ik zeg, wat must hij doen? En hij zegt, knickers down. Dus ik doe mijn broek naar beneden. Under knickers down, ik doe mijn onderbroek naar beneden. Hij zegt, turn around. Ik turn around. En hij zegt, bukken, bent. Ik buk. Drie minuten later wordt CNN onderbroken. Voor breaking news. Ik vind die vliegtuigen, ik heb de wc. Ik ga niet meer naar de wc in een vliegtuig. Dat doorspoelen is zo agressief. En dat geluid, alles wordt meegesleurd. Ik heb ouders die laten hun kinderen even een plasje of een hoopje doen. En die houden ze, die komen met hun kop tegen die knop aan en flop weg dit. Vriend van mij heeft op die manier zijn 12-vingerige darm verspreid. Nou ja, een deel van zijn 12-vingerige darm. Die dat doorspoelmechaniek had grip gekregen op de uiteinde van zijn aanbijen. En de hele zaak zo mee naar beneden geslucht. Hij kon nog net de tijd de klep zo dicht krijgen. Heeft hij 4 vingers afgeklept, zo. 4. Paul van Vliet is op die manier een nier verloren, op die manier. Ja. Ja, op het laatst gingen wij met Nederlands Hoop, gingen we niet eens meer consumptiebonnen van kopspijkers. Ik denk niet dat die nog wat waard zijn. Ik denk niet dat je nu naar de VARA kan gaan en zeggen, zou ik nog een pilsje op mogen openen?
broek heeft Piet Bamberger nog aangehad deze week. Nee, op het laatst gingen Bram en ik al niet eens meer samen naar het café. Na de voorstelling, dat was dan eind jaren 70. En dan gingen we ieder onze zweegs. En ik liep een keer op Walcheren naar de voorstelling. En kroegen in Zeeland gaan om 11:00 dicht, als je geluk hebt. Meestal 9:30. Maar er is in Vlissingen is er een café dag en nacht geopend. Eén café, of een café, dus eigenlijk een kantine. En dat is de kantine van het Belgisch loodswezen. 24 uur per dag open. En dat wist ik nog uit mijn goedste tijd. Dus ik kom daar om 11:50 binnen. Mooi, ademt een hele goede, leuke, mooie Belgische... Ja, wat weten wij van België? Zeg maar Vlaamse sfeer. We zijn net weer... Dan ben ik drie maanden op tournee geweest in Vlaanderen. En dat is toch anders. Het is gelukkig nog anders. De Vlaming ontwikkelt zich razendsnel. Hij emancipeert als een gek. Maar... De vraag is of dat zo leuk is. Ik vind het Vlaams publiek vergeleken met het Nederlands publiek superieur. Superieur. Ja, er is een openheid van de Vlamingen. En ik zeg het in Vlaanderen ook hoor, dat ze beter zijn dan de Nederlanders. En nee, dat je niet denkt dat ik hier sta te slijmen. Maar dat is geweldig. Die mensen zijn zo open. Ook zo eerlijk. In de ontvangst van wat je zegt. Ik kwam dan op, het gordijn ging open en zei: kennen jullie Nawijn? En dan bleef het doodstil in die zaal. Kennen ze niet. En dat gaven ze dan ook aan. Dat is goed. In Nederland is er altijd wel een of andere dikke nek die dan iets gaat roepen. Of die denkt van, we laten ons niet kennen. Maar daar is het doodstil. En dan zei ik, Nawijn, dat is een mislukte Nederlandse LPF-politicus. Dat zijn vier woorden die elkaar in minderwaardigheid versterken. Mislukt Nederlands LPF-politicus. En dan vertelde ik dat hij onze minister van Vreemdelingenzaken een tijdje geweest is. En dat hij toen in die positie als zodanig geroepen heeft dat hij voor de doodstraf was. Voor het herinvoeren van de doodstraf. En dat in Nederland ongelooflijk kwalijk is genomen. En iedereen donderde over hem heen. En dat hij dat dan ging nuanceren. Dat hij dan zei, ik ben een beetje voor de doodstraf. Een beetje. Hij wilde dan iemand op een elektrische stoel zetten. En dan met die stekker zo voor zijn ogen zo in de weer gaan. En legde ik uit dat Nawijn, dat hij dan zegt, de LPF is een vergaarbak van mislukkelingen. En binnen die mislukkelingen is die Nawijn dan nog weer een keer mislukt. En vanuit die mislukking heeft hij contact gezocht met Philip de Winter. En dan werd het spannend, hè? Want dan viel de naam Philip de Winter. Een Nederlander die het over Philip de Winter, de leider van het Vlaams Belang had. Daar moest je voorzichtig mee zijn. Dat was precair. Hè? Dat was precair. Om eens een Waals woord te gebruiken. En dan zei ze, maar dat moet je niet doen. En dan zei ik, maar jullie zijn begonnen. En dan kreeg je iets van, hoezo? En dan zei ik, maar jullie minister van Buitenlandse Zaken heeft over onze minister-president Balkenende gezegd dat hij op Harry Potter leek. En dan zei ik, en dan waren wij in Nederland nog niet eerder opgekomen. Het is de eerste keer in 175 jaar dat een Belg ons te slim af was. En Balkenende heeft nog bij mij op school gezeten. Ik was er niet over begonnen als hij het niet in zijn cv had gezet. Hij was het niet eens geworden als hij niet in zijn cv had gezet. Nee, we hebben op het Christelijk Lyceum voor Zeeland hebben gezeten. En dan zaten we in de eerste klas en dan kwam meneer Kwekkenboom, leraar Nederlands met een zwart strikje, een beetje stinkend zwart pak. En die kwam zo bij je bank staan en die vroeg dan, wat wil jij later worden, jongeman? Ik zei toen, ik ben het al. Had u nog nooit gehoord dat antwoord? Wat ben jij dan al? Leuk. Ga dat maar aan de rector vertellen. Dus ik was een uur op de middelbare school en ik stond al bij de rector. En die zei, kom jij doen? Ik zeg, ik moet van meneer Kwekkenboom komen vertellen dat ik leuk ben. En dezelfde vraag werd aan Balkenende gesteld. En die zei toen op de vraag, wat wil je later worden? Zei hij, wethouder van Amstelveen. Is het ontroerend of niet? Jongetje uit Capelle, wilde wethouder van dat zag je als iets van, als ik dat kan worden, dat is iets geweldigs. Hij is gaan studeren aan de VU en toen is hij voor de gemeenteraad, voor het CDA, is hij in Amstelveen. En toen heeft hij een tijdje campagne gevoerd voor de portefeuille geluidshinder. Geluidshinder is het enige probleem van Amstelveen. En voor de rest hebben ze geen problemen. Dus dan ging hij op de fiets naar de Bilderbaan, weet je wel. En dan, als er zo'n vliegtuig overkwam, dan ging hij roepen, sst, of...
Kan het wat zachter? Nou, hij is geen wethouder van Amstelveen geworden. Wij worden geregeerd door iemand die er niet eens in geslaagd is om wethouder van Amstelveen te worden. Hij had een keer vergeten te, dat weet niet, al die verhalen heb ik gehoord over school, had hij een keer vergeten voor gymnastiek te bidden. En hij hing al in de ringen. En kwam die gymnastiekleraar, wie heeft er hier niet gebeden? En oh, en dan bleef hij zo aan één been, bleef hij zo in de ring hangen. Hebben ze hem de hele nacht laten hangen, zei hij. Nou, dan leer je wel bidden, hoor. Maar het is een aardige man, een beetje weldvreemd. Hij moest toen naar Uden, hadden ze een moslimschool in de fik gestoken, bij wijze van represaille op de moord op Van Gogh. Hadden jongelui een moslimschool aangesteund, en moest de balk en dan moest erheen in het kader van sussen en blussen. En ja, toen heeft hij een kwartier tegen de achterkant van een gesluierde vrouw aan staan praten. Het hele regeringsbeleid zo aan haar uitstaan leggen. En achter er stond iemand van de RVD, die stond maar zo. En op een zeker moment zie je hem dan nonchalant, zie je hem dan naar de voorkant vertrekken. Zo. Met zo'n gezicht van de achterkant hebben we nou wel zo'n beetje gezien. Daar hebben we wel een indruk van om een beeld te kunnen vormen van de situatie hier. Nu gaan we eens even aan de voorkant een kijkje nemen. En die vrouw die denkt dat hij met een volksdansje begonnen is, dus die gaat daar. En uiteindelijk staat hij voor haar, hij staat in de enige tijd voor haar, haalt hij een envelop uit zijn binnenzak en doet hij zo in die... Hij is ook nog met Jaap de Hoop Scheffer naar Bush geweest om te ontbijten. Dat kunt u zich ook nog wel herinneren. Gingen ze ontbijten. Schitterend ontbijt. Bush gaat tegen die tijd, gaat hij naar bed. En denkt hij, nou kan er wel een paar staatshoofden scheren voordat ik ga slapen. En dan gaan ze ontbijten. Schitterend ontbijt, tafel, alles erop en eraan. Van die confituurtjes met die mooie gouden dekseltjes. En synthetische honingjes. En zalmsnippers en champagne. Heerlijk. Maar ze zitten daar zo te ontbijten en ze zitten heerlijk, ik kan niet op een bepaald woord komen. En ze zitten zo heerlijk met elkaar aan die tafel en ontbijten en zitten zo heerlijk rond die tafel zitten ze met protocol, opeens schiet het er binnen. Protocol. Ja, er gaan avonden komen dat het me niet meer te binnen schiet. En dat die hele zaal dingen gaat roepen, weet je wel. Dus nee, dat is het niet. Nee, dat is het ook niet. En dan sta ik hier met zo'n flanelbord, sta ik hier zo met die... Het wordt verschrikkelijk. En het verloopt allemaal volgens protocol. En opeens aan het eind van de maand zegt Balken, de Mr. President, one more question. En iedereen deinst achteruit. Oh jee, oh, daar gaat onze missie. En dan zegt hij, zou ik twee jammetjes voor mijn kinderen maken? Lieve man of niet? En ik kom daar binnen in die kantine van het loodswezen. Schitterende, mooie 19e eeuwse ruimte. Glimmend hout, een mooi biljart, groen laken. En dan ligt op de toog ligt er een loods te slapen. Een halve pint staat er zo voor. Zijn pet ligt erbij. En dan kom ik bijstaan en ik tik hem op zijn schouder. En hij wordt wakker. En ik zeg, waar is hier de wc? En hij zegt heel vriendelijk, ik ga nu een keer gaan wijzen. Dat is West-Vlaams, hè? Ik ga nu een keer gaan wijzen. De Vlaming gebruikt ook, net als de Engelsman, I'm going to go. Hè? Ik ga nu een keer gaan wijzen. En ik zeg, is het zo ingewikkeld? Hij zegt, hoezo? Ik zeg, nou, dat er een loods mee moet om mij naar de wc te gaan. En we komen terug. En het mooie van ons soort volkeren is... de Nederlanders bij drankgebruik wordt iets losser, iets frivoler. En de Belg wordt bij drankgebruik iets zwaarmoediger. Dus dat soort met communicerende vader, die levels, die komen... We raken in gesprek en hij hangt zo vriendschappelijk om mijn nek. En hij zegt tegen mij, ik ga nu een keer het verschil uitlagen tussen schepperen en loodsen. Hij zei, ga schepperen. Ga schepperen, dan heb ik mijn bootje aangevaren. Gevaren, mijn bootje. Tjoeke, tjoeke, tjoek. En opeens boek, ga ik niet verder. He. Omdat de onderkant van het bootje ergens tegen aanvalt. He. Een stukje bodem wat hoger ligt dan de rest van het vaarwater. He. Dus ik kan niet verder. Je kunt wel proberen, maar ja, mijn bootje moet je draaien, anders kun je niet varen. He. Dus je moet terug, tjoeke, tjoeke, een beetje opzij, weer naar vun. En dan boek, zelfde zandbank, je kunt niet verder. Dus je moet weer terug, net zolang toch de hele zandbank hebt gehad, dat je door kunt varen.
Dat is schepperen. Maar ga ook loodsen. Hè? Schepperen is door schade en schande leren vormen. Maar loodsen, dat studeren. Nee, dan weet je van tevoren hoe groot dat zandbankje is. Hè? Onder het water. Dat je er in één keer omheen kunt vormen. Dat is loodsen. En op hetzelfde moment barst hij in huil uit. Ik zeg, wat is er? Hij zegt, mijn huwelijk. Mijn huwelijk. Ik zeg, wat is er met je huwelijk? Hij zegt, ik dacht te kunnen schepperen. En ik troost hem. We gaan nog wat biljarten, we drinken nog wat, we drinken veel. We drinken te veel. En opeens komt daar de barkeeper in paniek. Er is een schip gearriveerd op de rede van Vlissingen. En dat schip moet als de wiedeweerga, dat is een heel klein vogeltje. Niemand weet het, de wiedeweerga is een heel klein vogeltje. Niemand heeft het nog ooit gezien, het is een heel klein snel vogeltje. Weet je, dan heb je van die mensen, wat was dat? Ja, de wiedeweerga, ja, ik heb hem niet gezien. Waar is hij heen? Ja, hij moet hier ergens zijn, maar... Nee, waar is hij nou, weet je? Het is een trekvogeltje, een klein trekvogeltje. Maar waar hij heen trekt, niemand weet het. Er zijn wel mensen die zijn die kant op gegaan, maar daar ging je niet heen. En een andere, die, maar, ja, als hij daar ging, dan zat hij daar. Wiedeweerga, zo klein. Ja, tenminste, men denkt dat het een klein... kan ook een heel grote vogel zijn, hoor. Maar dan is hij nog sneller. He, want ja, iets wat groot is, moet sneller zijn om niet gezien te worden dan iets wat klein is. He. Iets wat klein is, is zo... Maar iets wat groot is, dat is de kwantumtheorie van Max Planck en Niels Bohr. Ja, ik ga je er verder niet meer lastigvallen, maar dat komt uiteindelijk dan de atoombom uit voort uit die gedachte. Nou, dus dat schip moet als de wiedeweer gaan naar Antwerpen. Maar ja, er is geen loods. Die liggen op één oor in de seniorenstad. Hier is een loods, maar die ligt op twee oren. En dan zie je dat wonderlijke fenomeen bij de Vlaming. Dat hebben ze samengevat in het woord recupereren. Opeens die man die zegt, geef me een keer kop koffie. Ik ga gewoon. En dan, ik weer meteen met het Hollandse van, nou ja, zou je dat nou wel doen? En gij gaat mee, zegt hij tegen mij. Gij gaat mee. Ik zeg, ja, gij gaat mee. En opeens lopen we daar met z'n tweeën over de boulevard, gearmd. Op weg naar dat loodsbootje. Nou, we hebben beslist niet de kortste weg genomen, dat weet ik zeker. En we komen aan op die aanlegstijger en er is geen looplank naar het bootje. En dat bootje dat ligt zo te deinen op de golven en wij staan zo te zwalgen op de aanlegstijger en probeer maar eens aan boord te komen. Nu is het zo, dat bootje dat ligt wel zo te deinen, maar er is natuurlijk een fractie van een seconde dat het water pas ligt. En wij staan er wel te zwalken, maar er is natuurlijk een fractie van een seconde dat wij gewoon rechtop staan. Nou, die twee momenten die moet je zien te laten samenvallen. En dan kun je de sprong wagen. En dan gaat enige tijd overheen en we springen aan boord en we varen. En we komen te liggen naast die reusachtige, dat schip onder Panamese vlag, een 50.000 ton. Geweldig schip, zo'n hele stalen wand. En we horen gekletter en er komt een touwladder naar beneden gedonderd. Die loods is inmiddels in slaap gevallen. Ik neem hem op mijn schouder en ik zet mijn voet op de onderste tree van de touwladder. En ik kijk langs al die treden omhoog. Zeker een meter of 40, 50. En boven over de reling staan 60 matrozen zo naar beneden te kijken. En die beginnen te zingen. Jongen, kom bald wieder naar huis. U mag mee zingen. Jongen, van nie wieder, nie wieder hinaus. Ik mag meer zorgen om die. Denk ook aan morgen, denk ook aan mij. Jongen, kom bald wieder naar huis. Jongen, van nie wieder in huis. Ik kan me die haai helemaal niet herinneren uit op hoop van zegen. Ik wist niet dat er ook nog een haai in vocht. En we komen aan boven bij die reling en we worden aan boord gesleept. En die loods is onmiddellijk weg. En die is meteen weg. Die zegt tegen mij, kijk ga een keer de patat afgieten. Nee, en die is weg. En ik kom terecht op die brug. Ik ben nog nooit op een brug geweest. En aan het roer staat een matroos in een matroze pakje. En
Strakke broek heeft hij aan. Lange benen, harde billen, mooie harde. Komen allerlei reviaanse lustgevoelens komen in mij omhoog. Heeft dat roer beter zitten, aan het eind van het roer zitten van die follische elementen. En die heeft die beet werkelijk alsof er ieder moment één kan ejaculeren. En ik sta er zo naar te kijken, er komt een boze kapitein die brug opgestormd met een zwarte hoorn, een wildbaard snor. Tweede stuurman aan zijn kielzog. En die kapitein begint te vloeken in Spaans. En die tweede stuurman vertaalt: Torremolinos Alicante! Scheveningen Zandvoort. En die kapitein loopt naar een laadje, trekt het open, haalt er een pistool uit en schiet in het wilde weg een gat in het plafond. Ik zie hoe die matrozen even de billen aanspant om een angstwindje te beheersen. Er is totale paniek, er is een alles voetbal. Ik zeg tegen die tweede stuurman: wat is er in vredesnaam aan de hand? Hij zegt: ja, we hebben een lading lekkend nucleair afval aan boord. En dat moet als een sodemiet naar Antwerpen. Doe iets, zegt hij. Ik zeg: nou ja, ik ben komiek. Ik ben komiek, verwacht van mij niet al te veel. Als ik met een paar flauwe grappen de spanning een beetje kan breken, dan ben ik je man. Hij zegt: de kapitein is over zijn. Op hetzelfde moment voel ik de loop van het pistool op mijn slaap. En die kapitein duwt me zo naar het roer. Die matroos maakt dat hij wegkomt, al lang blij. En ik pak die twee warme, ik pak die handvaten, pak ik beet. En die kapitein die schreeuwt op mijn oor: take us on Antwerp! To Antwerp, zeg ik. Het is to, take us to Antwerp. Maar het is geen uitstel. Of in ieder geval geen afstel van executie. Ik moet aan de bak. Schip van 50.000 ton. Ik kan niet eens een roeiboot op koers houden. Pistool op mijn slaap. Ik heb een klikje gehoord in het mechaniek, waardoor ik weet dat ieder spasme van de rechter wijsvinger van de kapitein mijn wisse dood zal betekenen. Ik moet iets doen. We hebben een lading lekker nucleair afval. Iedere misser zal een milieuramp betekenen die ze weerga in West-Europa niet heeft. Alles wat ik zo in mijn leven zorgvuldig heb opgebouwd om een beetje geliefd te worden bij de mensen, zal verloren gaan. Maar ik moet iets doen en ik kan niks. Nou, zo voelt Bush zich. Zo voelt Bush. En ik doe precies hetzelfde als een politicus in paniek. Precies hetzelfde. Iemand die het niet, ik zeg volle kracht vooruit. En die matroos haalt die hendel over en we varen, hé. We varen. En het wonderlijke is, we varen, de tijd valt een beetje weg, we varen maar door. En dan heel langzaam overkomt je dat gevoel, dat hebben ook al die politici, die voor niks weten en maar doen. Opeens heb je het gevoel, ik kan het. Maar dan kruipt toch weer op die angst, die twijfel. He, je kan het lot even sturen, maar toch niet altijd. Je hebt het gevoel van, er moet nu iets verschrikkelijks gaan gebeuren. Je kan het heel goed zien aan iemand als Piet Hein Donner, om even in de scheepvaartsfeer te blijven. He, zoals die man is helemaal verstijfd geraakt. Kun je nog herinneren tijdens de formatie, hoe die dan die trappen af kwam rennen van Huis ten Bosch en dan hop op die fiets en dan zwaaien en vrolijk en weg was hij. En tegenwoordig komt hij zo aangelopen en er staan dan twee van die veiligheidsmensen die houden die fiets vast en een derde die tilt dan zo dat been over dat zadel en dan gaan ze met z'n drieën gaan ze zo staan. En ik voel die twijfel opkomen, ik voel die twijfel van alle kanten me bespringen. En op het moment dat ik denk, ja, nou ja, het gaat mis, begint het achter mij licht te worden. Ik weet niet of u wel eens met de boot van Vlissingen naar Antwerpen bent gevaren en dat het dan achter je licht begint te worden. Nou, dat hebben politici voortdurend, die ervaring. Maar gelukkig begint het om mij heen licht te worden. Het wordt dag en ik kijk uit het raam en ik zie dat we ons op volle zee bevinden. Ik moet aan het begin iets heel goeds gedaan hebben. Ja, dan krijg je weer zo'n moment. Dit hebben we al eerder meegemaakt vanavond. Ja, zo'n afhankelijk moment.
Dat het publiek opeens gaat zitten, ja, en dan? Hoe gaat het dan verder en hoe loopt het af? Maar mensen, het kan niet altijd van één kant komen. We gaan de middag besluiten. Het is een middag. Ik heb even 20 minuten niet naar het nieuws gekeken. Hoe is het nu? Zijn er voldoende sledehonden en... er staan 5 sleden met sledehonden staan er voor de echt behoeftigen. En we hebben pannen met soep en dekens zijn er gebracht. En we hebben nauw contact met het crisiscentrum. Bij het KNMI. En meteoconsult. We gaan eindigen met een liedje. Daar eindigde de voorstelling in België ook mee, in Vlaanderen. En een van de laatste voorstellingen was in Brussel. Liepen mijn vrouw en ik nog even te wandelen in het Zonienwoud. En in het Zonienwoud, dat is een bosje bij Brussel, daar houden zich illegalen op. En die verschuilen zich daar. En de Rijkswacht die zoekt die mensen op. En dan zijn er Vlaamse activisten die proberen te verhinderen dat die Rijkswacht... Dus die doen boompje verwisselen met de illegalen. Om de Rijkswacht in verwarring te brengen. Weet je? Want wie is de activist, wie is de illegaal en wie is de boom? Weet je? De laatste maanden zijn er al 3 bomen uitgewezen in Brussel. Teruggestuurd naar het land van herkomst. En die Vlaamse activisten die delen pamfletten uit. En op die pamfletten staat dan te lezen dat zij doen dit. Zij doen dit, dat spel met die illegaal, dat doen zij in het Vlaams belang. En dan hebben ze achtergezet zonder dat zij in verband gebracht willen worden met het Vlaams belang. Want schrijven ze dan, het zou een schande zijn dat het Vlaams blok door te kiezen voor de naam Vlaams belang vanaf dat moment het alleenrecht zou kunnen laten gelden op het Vlaams belang. En daarmee voor de bona fide Vlaming onmogelijk zou maken iets te doen in het Vlaams belang zonder voor racist of fascist uitgemaakt te worden. En van daaruit ontstaat dus de noodzaak om het Vlaams belang te heroveren op het Vlaams belang en het Vlaams belang weer voor het blok te zetten. In het algemeen belang. Wanneer de winter spreekt en het volk gekluisterd luistert, hij zijn abjecte kijk op mensen uitschreeuwt, fluistert. Wanneer zijn stem gehaaid zijn publiek bespeelt met de botte leugen van het vooroordeel. Wanneer de stemming omslaat in dronken volksgezang en de lucht zwanger is van slechts het Vlaams belang, dan zucht mijn land, mijn vlakke land. Wanneer de demagoog rept van profiteurs en immigranten en zijn gif spuit over journalistiek en kranten die de oorzaak van alle ellende zijn, wanneer kunstenaars, vrijdenkers, verwende kringen zijn, wanneer over wat weerloos is geschimd wordt en gesnierd en het gezonde volksgevoel en denken zegevier, dan kraakt mijn land, mijn vlakke land. Wanneer de mensen kiezen voor loze beloften, zonder oog voor de geschiedenis der schoften, wanneer Vlaanderen zuiver Vlaams is en Wallonië alleen voor Walen en de macht van willekeur zich toch maar eens zal herhalen, wanneer het masker valt van schijn en propaganda en zichtbaar wordt de schaamteloze schande, dan kreunt mijn land, mijn vlakke land. Wanneer er geen verwijt
weer is. En wij gelaten wachten, relativerend moe. De vuiligheid verzachten, wanneer ons hoogmoedig gelijk de enige waarheid claimt. Of bang voor kiezers bepaalde punten overneemt. Wanneer men waarom dan ook niet meer in politiek gelooft. En dof berusten het vuur van onze idealen door. Dan sterft mijn land, mijn zwakke land. Dat u nog niet genoeg. Nou. We hebben. We hebben vanavond nog een. Nog een voorstelling. Tenminste, als de mensen nog in staat zijn om hier. Bepaalde delen van Zeeland zijn afgedreven al richting Noordpool en Antarctica. Eerste pinguïns zijn gesignaleerd in Vlissingen. De mensen reppen zich naar hun huizen. Er is een orkaan voorspeld en men wil binnen zijn voor de hel losbreekt. Het zijn die dagen van het jaar waarin de mensen op zoek zijn naar veiligheid, warmte, gezelligheid. In de chique huizen snort de open haard. In de voorsteden hebben jongens auto's in de brand gestoken. Uitgewezen illegalen stoken een vuurtje in het voorportaal van hun uitwijzing. Kerosinedepots vliegen spontaan in de hens. Op het grote plein midden in de stad staat een reusachtige dennenboom vol lampjes en zeebellen van waarde en norm. Ouders wijzen hun kinderen erop. Maar de kinderen trekken hun vaders en moeders mee naar de helverlichte etalages. Vol verleidelijk virtueel geweld. Onopgemerkt in de massa lopen twee sjovele figuren. Fabel en sprookje. Ze zijn op zoek naar een rustplaats voor de nacht. Ze staan voor de etalage van een boekwinkel en kijken naar de romans- en verhalenbundels die er warmpjes bij liggen. Wat zouden ze daar graag tussen willen liggen? Maar iemand van de bewaking maakt met een simpel hoofdgebaar duidelijk dat ze moeten wegwezen. Sprookje neemt nog de moeite om aan de man uit te leggen wie ze zijn en dat ze zwanger is. En dat ze weldra moet bevallen. Maar Fabel trekt haar mee. Hij heeft er genoeg van
lange dingen uit te leggen aan mensen die alleen maar weten dat er regels zijn. En die niet meer weten dat er tussen de regels ook nog een hoop te lezen valt. Kom, we gaan naar de bieb. Daar is wel een plekje voor ons. Maar de deuren van de bibliotheek zijn dicht. En de lichten zijn uit. Fabel weet uit de tijd dat hij nog aan de weg timmerde, dat hier niet ver vandaan een boekenantiquariaat moet zijn. Een vriendelijke oude man doet open. Ach, wat vind ik dat nou jammer. Ik had jullie zo graag een plekje gegeven, maar de winkel is vol, de planken buigen door. De mensen zijn niet meer geïnteresseerd in de oude verhalen. Maar hierachter is nog een opslagplaats van oud papier. Misschien kun je daar nog een plaatsje vinden. En juist als Fabel erin geslaagd is van een paar kartonnen dozen een provisorisch onderkomen te bouwen, beginnen bij Sprookje de weeën. Ze laten persen rollen. En ze bevalt van een sterk verhaal. Fabel zegt, we noemen het de kerstboodschap. Want als je sterk verdraait, krijg je kerst. Er is een meisje bij komen staan. Wie ben jij? Wil Fabel weten. En zij zegt, Katrina. En wat kom jij doen? Ik ben gestuurd door de boze natuur, zegt ze. En ze zaagt haar wangen vol met lucht en begint te blazen. De blaadjes van de kerstboodschap waaien op en verspreiden zich over stad en land. Mensen grijpen de velletjes uit de lucht en kinderen rapen ze op van de straat. Ze lezen allemaal hetzelfde. Vrede op aarde. En de grote mensen zeggen, een fabeltje. En de kinderen zeggen, een sprookje.